Sta jij, hè? Ja, hij zegt alles wat je zegt, wordt tegen je. Oké. Opletten dat ook die voet. Ja, prima, want jullie zijn elke maand. Dat is dan eigenlijk vooral voor mensen die in de bibliotheek hebben. Eigenlijk wil je ze natuurlijk liefst naar de bibliotheek toe hebben. Als het echt niet meer gaat. Ja. En dan erbij. Ja, dat kan. Je hebt ook een behoefte die dat niet kan. Nou, het is heel belangrijk om hier vandaag als wethouder ook de start te mogen doen van deze informatiemarkt. Dat is heel belangrijk. Voor de 15e keer heeft de COSBO het initiatief genomen om met een informatiemarkt voor senioren hier te staan. En ja, je ziet wat een aanwas van mensen hier naartoe komt om informatie, inspiratie op te halen. Dat is gewoon fantastisch. Dan krijgt u ook het programmaboekje al thuis gestuurd. Ja, klopt. Dan krijgt u een boekje. Geweldig. En ze komt elke morgen hier. Nou, de gemeente heeft hier vandaag niet zozeer een belangrijke rol in. Ik vind het wel mooi om hier vandaag als gezicht van de gemeente Almelo hier de opening te hebben mogen verrichten. Maar dit is vooral een ontmoetingsplein, zeg maar, van allerhande maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties. Om hier te laten zien wat er allemaal, met name voor de doelgroep senioren, in Almelo te doen is. Heel laagdrempelig en ja, voor iedereen toegankelijk. Hallo. Ja, en wilt u een tasje mee? Met wat informatie.